Dag, mijn naam is Lars Robbel. Ik werk op het RIVM. Ik ben stralingsdeskundige. En in dit webinar mag ik u iets vertellen over straling en radioactiviteit. En ik wil even beginnen met angst. Angst voor straling en radioactiviteit. En dan wil ik u meenemen naar dit schilderij wat ik hier heb getoond. Dat is van de Noorse schilder Edvard Munch. En het heet De Schreeuw. En voor mij is het de belichaming van de angst. Die meneer die daarop staat, die kan niet tegen wat er in zijn omgeving afspeelt. Nou, echt angst dus. Niet dat ik nou zo'n expert op angst ben, maar iedereen kent het fenomeen. Veel mensen zijn bang voor spinnen. Ik zelf ben erg bang voor de tandarts. Ik heb een paar tandartsfoto's getoond. Voor de kennis, dit komt uit een speelfilm. En wie weet wel welke film het is, mag het zeggen aan het eind. Het is best een enge film. Ja, waarom heb ik het over angst? Want angst is eigenlijk een positief ding. Het geeft je een stoot adrenaline. Het maakt het hele lichaam alert. Het is net als die oermens die oog in oog staat met een beer. Het maakt je lichaam scherp. Dat je binnen een tiende seconde weet, moet ik nu gaan rennen of moet ik nu gaan vechten? En het is dus een goed ding, angst. Maar een overmaat angst kan zorgen dat je verlamt zelfs. Dan word je overmatig emotioneel, irrationeel. En dan neem je niet de goede beslissingen. En ik denk dat het is wat gebeurt als veel mensen over straling denken. Dat dus die irrationaliteit naar boven komt. Dat zie je hier. Dit is een demonstratie bij de kerncentrale Borselen. Waar ze een beeld hebben geprojecteerd op de koepel van de centrale. Daarnaast ziet u het symbool voor radioactiviteit. En als je goed kijkt zie je dat het beeld wat ze projecteren lijkt zowel op het gevarensymbool van radioactiviteit als op dat beeld van Edvard Munch, die schreeuw. En zo koppelen ze straling en die irrationele angst aan elkaar. En je voelt het bijna in je lijf. Zonder dat iemand je hoeft te overtuigen met argumenten. En beelden zijn dus heel belangrijk. En je moet ook goed oppassen dat je goed reageert op beelden. Dan moet ik even iets vertellen over radioactiviteit. Niet al te veel. Je hebt verschillende soorten straling. Alpha, beta en gamma straling. En het ene kan je al met een velletje papier tegenhouden. En voor het andere heb je flink wat materiaal nodig. Zo heb je 30 centimeter lood of 6 meter water nodig om de straling af te schermen die van een kernreactor afkomt, zodat je er veilig naast kunt staan. Een ander aspect van radioactiviteit is dat het langzaam minder wordt in de tijd. En voor ieder radioactieve stof is dat een andere tijd. Soms duurt het seconden, soms duurt het jaren. Nog langer kan ook. Maar er komt een moment waarop je nog maar de helft van de radioactiviteit over hebt. En als je nog zo'n lange tijd wacht, dan heb je nog maar een vierde over. En een achtste en een zestiende enzovoort. Dus die straling die neemt steeds af in de tijd. Wat een fijne eigenschap is van radioactieve stoffen. Nou, zijn er ook mensen die denken van, ik wil niet naast straling staan, want dan word ik zelf radioactief. Nou, dat laten deze plaatjes zien wat voor verschillende situaties er kunnen zijn. Helemaal rechts zien we een meneer die langs iets loopt wat radioactief is. En terwijl die langs loopt, wordt die bestraald door de straling van dat radioactieve object. Nou, als je dat niet fijn vindt, kun je daar dus op reageren door of weg te lopen. Hè, dan wordt het stralingstempo minder. Of je kunt er iets tussen zetten wat straling afschermt. En dan kan je daar veilig staan. In het midden zien we iemand die uitwendig besmet is. En dan heb je bijvoorbeeld een radioactief stofje op je jas zitten. Dan kan je er niet voor weglopen, want je loopt in je jas en die jas neemt dat stofje mee. Je kunt wel je jas uitdoen. Of als het op je huid zit, kun je jezelf wassen. Je kunt onder de douche gaan. En dan kom je van die radioactieve stoffen af en dan word je vanaf dat moment niet meer bestraald.
En helemaal links zien we iemand die is inwendig besmet. Die heeft iets opgegeten of heeft iets ingeademd wat radioactief was. En dat radioactieve stof die begint dan aan een reis in je lichaam. En na verloop van tijd dan verlaat het je lichaam ook weer. Of het wordt opgenomen, bijvoorbeeld in je bottenstructuur. En nou ja, dat laatste geval, hè, dat linker geval, dat is wat we willen vermijden. Want dan ben je langdurig in contact met die radioactieve stoffen. En dat kan een ongunstige uitwerking op je gezondheid hebben. Nou, dit is een plaatje die ik heb meegenomen uit een boek wat we op het RIVM hebben gemaakt. Daar zie je hoe mensen in contact komen met radioactieve stoffen. Dat kan uit de natuur zijn. Het zit van nature in de bodem, in onze huizen, in de lucht. Of het kan zijn van een incident dat ergens uit een land in de buurt van ons, dat er radioactieve stoffen naar ons toe waaien. Nou, dat kan, dat wordt door de wind meegevoerd. Door regen kan dat op de bodem vallen. Het kan ook net als als je een hoop stof de lucht in gooit, dan warrelt dat rustig naar beneden toe. Zo kan het ook op de bodem komen. En dan word je dus zowel van boven, als het in de lucht zit, bestraald, als van onder, als het op de bodem ligt. En nou, een van de situaties waar je op moet letten is dat het niet in je voedsel komt. Dat de koeien het niet gaan opeten en dat ze lichte radioactieve melk geven. Of dat het op je sla zit en dat je dat opeet. En die huizen, die hebben ook een beschermende functie. Als je daarin zit, dan schermen ze de straling die vanuit de lucht en vanuit de bodem op ons afkomt af. Dus in sommige gevallen bij incidenten kan het een goed idee zijn om ramen en deuren dicht te doen, zoals men altijd zegt. En een tijdje binnen te zitten totdat het letterlijk overgewaaid is. Nou, wat zijn de gevolgen van straling? Als je heel veel straling in een korte tijd ontvangt, echt extreem veel, dan kan het zo zijn dat je organen uitvallen, omdat je beenmerg niet meer aangemaakt wordt, omdat je witte bloedlichaampjes niet meer aangemaakt wordt, enzovoort. Dan ga je binnen een paar weken dood. Dat is de acute vorm van gevolgen van straling. Acute stralingsziekte. Als je minder straling ontvangt, dan ga je niet meteen dood, maar heb je een hogere kans om later in je leven aan kanker te overlijden. Nou, die kans is al vrij hoog. Hè. In Nederland sterft 1/3 van de mensen aan kanker. En die straling, als het echt een hoge dosis is, kan daar een beetje bij optellen. Dat weten we doordat we hebben gekeken, de mensen die voor ons leefden, naar de mensen die in contact zijn gekomen met de straling van de atoombommen in Japan in 1945. En die mensen zijn door hun leven gevolgd. En wat je ziet is dat je na een jaar of 5 à 10 zie je onder die mensen dat ze een licht verhoogde kans op leukemie hebben. Je ziet na 10 jaar dat de kans dat ze een vaste tumor hebben, dat toeneemt. En na zeer veel jaar, daar wordt nog veel over onderzocht, zijn er ook andere effecten, zoals dat je ziet dat die mensen wat meer hart- en vaatziekten hebben. En uit deze mensen die slachtoffer van de atoombommen waren en het overleefd hebben, weten we dus hoe straling inwerkt op onze gezondheid. Nou, ik vertelde al dat er straling in de natuur voorkomt. Hij komt ook in de bodem voor, voornamelijk uranium en thorium. Er zit bijvoorbeeld weinig radioactiviteit in zand. Er zit relatief meer in wat dichtere bodemsoorten, zoals lus, rivierklei. En dat zie je ook op deze stralingskaart van Nederland. In de gele gebieden is het stralingstempo uit de bodem relatief laag.
In de rode gebieden is het dubbel zoveel, relatief hoog. Dus als je nou weinig straling wil ontvangen, kun je het beste in Twente, in de Achterhoek, Drenthe gaan wonen. En bijvoorbeeld Zuid-Limburg of het rivierengebied mijden. Maar helemaal zonder straling wordt het nooit. Want ja, straling is overal. Het zit in ons eten, in bouwmaterialen van ons huizen, de lucht, de regen. Echt overal. En het zit zelfs in onszelf. Omdat wij ook in contact staan met de natuur. En als de natuur licht radioactief is, dan zijn wij dat ook. Nou, wat ik u hier laat zien is een soort overzicht van wat voor straling we gewend zijn om te ontvangen. Dat gaat van linksonder naar een lage stralingsdosis, naar rechtsboven een hele hoge stralingsdosis. Linksonder ziet u een vliegtuig. Als we een keertje gaan vliegen, dat deden we nog voor COVID, dan hebben we een lage stralingsdosis te pakken. Nou, die piloot van dat vliegtuig, die het voor zijn werk doet en iedere dag vliegt, die ontvangt een relatief hoge stralingsdosis. Die zit dicht bij de limiet van wat een werknemer wettelijk aan straling mag ontvangen. Want hij vliegt iedere dag. En zelfs onder die piloten vinden we geen verschillen in gezondheid met mensen die weinig straling ontvangen op hun werk. Er is nog een categorie werknemers die relatief veel straling ontvangt. En dan denkt u misschien, dat zijn mensen die in een kerncentrale werken. Maar nee, het zijn artsen. En een bepaald soort artsen, interventiecardiologen, die bijvoorbeeld mensen dotteren. Dat doe je onder doorlichting met röntgen. En die artsen die staan steeds bij dat röntgenapparaat en worden ook een beetje mee bestraald. En ontvangen dus ook een vrij hoge stralingsdosis. Ik zeg vrij hoog, maar we zullen in de volgende slide zien dat je ook kunt argumenteren dat dat laag is. En dat gaat hierover. Hier zien we die puntjes rechtsboven, waar die rechte lijn doorloopt, zien we de gezondheidsschade of de kankerincidentie van die atoombomslachtoffers die het overleefd hebben. En daar zie je inderdaad hoe meer straling, hoe meer kans op kanker. In het gebied daaronder zien we allemaal lijnen en pijltjes. En dat zijn allemaal symbolen om aan te geven dat er allemaal theorieën zijn. En dat de wetenschap het er gewoon niet over eens is. En het is in dat gebied waar die piloten en die artsen zitten. En wij normale mensen zitten daar nog weer een heel stuk onder. En internationaal is een afspraak gemaakt van omdat we het niet weten, we kunnen het een nog het ander bewijzen, nemen we aan dat die rechte lijn van rechtsboven helemaal doorloopt naar linksonder, naar de nul. Dat is een conservatieve schatting, dat betekent dat we aan de veilige kant zitten waarschijnlijk. Maar dat we wel dus in het gebied zitten waar we niks met zekerheid kunnen zeggen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat een beetje straling goed voor je is. Ik kan er niet meer over zeggen als deskundige, want dit is wat het is. Alleen wel, wat nou het wezenlijke punt is, is dat we in het lage gebied zitten met ons werk, met kerncentrales, met onze huizen, met de straling in de natuur. En dat zit allemaal in het lage werkgebied. Veel mensen hebben het over Tsjernobyl. Dat was in 86. En dat was een van de ergste ongelukken met een kerncentrale die er ooit geweest zijn. Er zijn veel radioactieve stoffen in de lucht gekomen. En iedereen die een beetje het nieuws volgt, die weet dit wel. Het is al 35 jaar geleden. Maar mensen hebben het er nog altijd over. En hier ziet u op deze kaart hoe ver die stoffen zich over Europa hebben verspreid. En hoe roder het gebied, hoe meer radioactiviteit daar gedeponeerd is in 1986.
En nou, natuurlijk rondom de reactor zelf zie je vrij veel rood. Maar je ziet ook rode hotspots in het zuiden van Europa, in Scandinavië en zelfs aan de westkust van Engeland en Schotland. Nu, 35 jaar later, vinden we eigenlijk alleen maar cesium-137. Dat is een stof die vrij lang leeft en die heel makkelijk te detecteren is. Nou, de foto's hier die komen uit de televisieserie van HBO, die vorig jaar populair was. En ik heb daarnaast wat kale cijfers gezet. Hè, er zijn iets van 30 mensen of 31 mensen zijn er omgekomen door de ramp. 2 direct door de explosie en 29 door dat acute stralingssyndroom. Die zijn binnen een maand aan de straling overleden. Doordat de radioactief jodium in de lucht zat en kinderen dat binnengekregen hebben in de buurt daar, zijn er ongeveer 5000 jonge mensen hebben schildklierkanker opgelopen, waarvan er ook een 40-50 dood gegaan zijn. Maar er zijn ook miljoenen mensen die een hele lage dosis hebben ontvangen, of een wat minder lage dosis. En die zitten allemaal in dat gebied waar de wetenschap het niet weet. En dat geeft veel ruimte aan mensen om er hele wilde schattingen over te maken. Sommige mensen zeggen van, daar waren 0 doden. Nou, dat geloof ik persoonlijk niet. Sommige mensen hebben het ook over 100.000 of misschien wel miljoenen doden. Nou, dat geloof ik ook niet. Wat mijn mening als deskundige is, is dat er zeker wel duizenden mensen zijn die een vrij hoge dosis hebben ontvangen. Die waren met die opruimwerkzaamheden bezig. En je kan niet helemaal uitsluiten dat bij lagere doses er ook niemand ziek is geworden. Dus het zou mij redelijk lijken om een getal van een aantal duizend te noemen. Mensen die extra zijn overleden door dit ongeval. Maar de immateriële schade was nog veel meer. Daar ga ik zo nog even wat over zeggen. Naast de wetenschappelijke feiten kun je op internet ook allemaal verhalen vinden over wat straling allemaal niet met je doet. Dat wordt verbonden met de atoombom, wat het ergste wapen is wat we ooit hebben bedacht. Dus dan zal straling net zo erg zijn. Je ziet dingen die op de emotie inspelen in die HBO-serie. Daar zie je dus dat honden werden afgeschoten. Nou, dat vonden heel veel mensen heel erg zielig. En dat werd dan ook weer gekoppeld aan straling. Je ziet ook op internet baby's met vervormingen. Die heeft de wetenschap nooit kunnen aantonen dat dat kernongeval gekoppeld kan worden aan die misvormde baby's. Daar is gewoon geen bewijs van. Ja, die baby's zijn er wel, maar die worden ieder jaar geboren, straling of niet. En dan in het middenonder zien we een foto van een man met haar. Dat is die Russische spion die vergiftigd werd met radioactiviteit. En binnen 14 dagen zag hij eruit als die man zonder haar die in dat bed ligt. En dat was weer een momentje dat iedereen dacht van, oh ja, straling, dat is heel slecht voor je. Maar ja, dan vertellen ze er niet bij wat voor megadosis die meneer had ontvangen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel meer gevolgen en die zitten meer in de sociale aard. Mensen zaten zonder werk, ze moesten hun huis uit. Ze konden niet eten uit hun moestuin. Hun nieuwe buren dachten van, ja, dat zijn enge mensen, want die zijn wel radioactief. Wil ik mijn kinderen niet mee laten spelen? En dat soort gevolgen, dat je uit je sociale omgeving gehaald wordt door die evacuatie, leidt tot mensen die stress hebben, mensen die depressief worden, mensen gaan meer drinken. En dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de gezondheid. En de wetenschap is de laatste jaren aan het nadenken van, is evacuatie wel zo'n goed middel? Is het niet erger dan wat je wil voorkomen? En ook op het RIVM zijn we nu aan het onderzoeken van wat voor soort maatregelen zijn er allemaal. Zijn er voor- en nadelen? En ja, wat is het beste pakket? Ja, dat zie je nu ook met COVID-19. Het OMT dat komt met allerlei maatregelen. En het kabinet moet steeds denken van, ja, er zitten gezondheidsvoordelen aan. Maar er zitten ook economische nadelen aan. En wat laten we voorgaan op dit moment? Nou, dat zijn hele moeilijke dingen, maar daar hopen we wat verder mee te komen.
Nou, deze laat ik even heel snel zien. Dit is eigenlijk meer voor de lol. Hier staat de radioactiviteit die ze in rode Bordeauxwijn hebben gevonden in al deze jaartallen. Van 1950 tot 1995 hebben ze dat onderzocht. En je ziet daar een enorme piek in bij 1962. En dat was het jaar waarin de meeste kernbomtesten geweest zijn. En je ziet wat voor een impact dat heeft, ook al is het aan de andere kant van de wereld, op Bordeaux. Nou, Tsjernobyl zie je ook als een piekje, maar dan moet je goed zoeken bij 1986. Dat is echt een heel laag piekje. Dat komt ook omdat het niet helemaal, ja, omdat er niet zoveel stoffen naar Bordeaux toegewaaid zijn. Maar het geeft wel een soort gevoel voor schaal. Tsjernobyl voor de Bordeaux-streek in ieder geval veel minder impact had dan al die atoombomtesten. En voor Nederland is deze verhouding ook ongeveer waar. Dus als je niet bang was voor de atoombomtesten, dan hoef je helemaal niet bang te zijn voor Tsjernobyl. Want dat had gewoon veel minder impact in ons land. In de directe omgeving van Tsjernobyl had het natuurlijk meer impact. Maar ik heb het nu even over ons land. Dus je kunt het zelfs in de wijn vinden. Ja. Als laatste wil ik u nog een paar dingen uit de pers laten zien. En dan pak ik weer terug op het thema angst. 2 jaar geleden speelde er een zaak. En de kop zegt dat al. Er was brand bij de kerncentrale Lingen. Dan denkt iedereen van, nou, de kerncentrale staat in de fik. En er was ook vrij veel ophef in de lokale pers en op sociale media. Iedereen vond er wat van. Er waren zelfs kamervragen. Maar wat betekenden die woorden nou echt? Nou, er was wel brand. En dat was in een laboratorium. En er lagen ook wel een paar radioactieve stoffen. En het was wel bij de kerncentrale Lingen, maar het was wel een half uur lopen. Het was 1,5 kilometer verder. En zo zie je dat mensen die je paniek maken. Ander voorbeeld is het radioactief water, wat Japan in zee zou willen dumpen. Let op het woord dumpen. En waar gaat het nou over? Het gaat om heel erg schoongemaakt en gefilterd water. En het is maar ietsje meer radioactief dan het water dat bij ons uit de waterkraan komt thuis. Er zit 1 stof in, tritium. En die stof wordt routinematig door alle kerncentrales in de wereld, op zee of op de rivier waar ze naast zitten, geloosd. Wel in zulke lage hoeveelheden dat het nauwelijks iets uitmaakt op het totaal aan tritium, wat er toch al in de wereld is, want het ontstaat in de natuur. En het is puur om politieke redenen dat Japan dit niet in de zee wil laten lopen, hoewel het gezondheidskundig zou kunnen. Maar ze zijn heel erg bang voor iedereen in de wereld die over ze heen valt met teksten als Japan dumpt kernafval. En voor hun eigen vissers die bang zijn dat de vis niet verkocht kan worden meer. Omdat iedereen denkt dat die vis dan radioactief is. En dit zijn maar een paar voorbeelden van die koppen die je in de media ziet. Waar je eigenlijk nog een keer zou moeten nadenken en zelf je onderzoek zou moeten doen. Nou, en dan mijn laatste slide. Wat zijn nou de boodschappen die u wat mij betreft zou moeten onthouden? 1, dat straling over alles. 2, dat de natuurlijke straling is in de bodem, die varieert sterk van punt tot punt. Dat het gezondheidseffect van een redelijk hoge dosis straling is dat je een verhoogde dosis op kanker hebt laten in je leven. Bij een lage dosis straling weten we het gewoon niet. En in dat gebied waar we het niet weten, zitten onze stralingslimieten, waar werknemers en leden van de bevolking nooit boven moeten komen. Dus we zitten in het veilige gebied waar ongeveer zo'n beetje het natuurlijke stralingsniveau heerst. En als laatste, de straling van de industrie, de ziekenhuizen enzovoort, maakt maar minder dan 1% uit van de jaarlijkse dosis die de gemiddelde Nederlander ontvangt.
En van dat beetje maakt de straling van de kerncentrale Borselen ook nog maar een heel klein deeltje uit. Dus de industriële straling is veel minder dan de natuurlijke straling die iedere Nederlander jaarlijks ontvangt. En met deze positieve boodschap wilde ik eindigen. En voor de mensen die nog vragen hebben, zijn mijn contactgegevens hier te vinden.